Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is vandaag 18 april en ik weet niet meer wanneer de laatste weekvlog was die ik heb opgenomen. Maar ja, inmiddels zijn we een flink aantal weken verder. Voor wie het niet weet, mijn naam is Agnes en ik ben de eigenaresse van Dutch Wool Diva, een webwinkel in handgeverfde garens en spinwol en nog meer handwerkartikelen. En de weekvlog, ja, dus eigenlijk is dat ooit begonnen als korte vlogjes die ik gedurende de week opnam en dan samenvoegen in één vlog, maar daar is het de afgelopen keren al niet meer van gekomen. Dus het is eigenlijk een gewone weekvlog, één keer in de week. Meestal probeer ik dat op donderdag op te nemen. Soms doe ik dat op vrijdagochtend. Maar vandaag is het dus donderdag 18 april. En de laatste keer dat ik jullie sprak had mijn moeder net de heup gebroken. Lag ze in het ziekenhuis of was ze net in het verpleeghuis? Eén van de twee. En ik was daar gewoon heel erg druk mee. En toen is het er niet meer van gekomen om een weekvlog op te nemen. Ook geen podcast heb ik. Ik geloof dat ik nog één podcast heb opgenomen. Maar het kwam er gewoon maar niet van. Ik was vier keer in de week op en neer aan het rijden naar het huis van mijn moeder. Om de katten te verzorgen. Daarnaast natuurlijk op bezoek bij mijn moeder. Die in het verpleeghuis hier in Zevenaar zat. Waar ik woon. Voor mij was dat gelukkig wel, dat kon ik tenminste op de fiets. En daarnaast had ik natuurlijk alle voorbereidingen voor de knit- en notbeurs die ik afgelopen week heb gehad. Inmiddels ben ik alweer een aantal dagen thuis. En is de website weer bijgewerkt. Ben ik bezig met foto's maken van wolletjes die nog niet op de foto staan. En de website aan het bijwerken. Mijn moeder die is alweer uit het verpleeghuis. Die is weer thuis. En inmiddels zijn we afgelopen dinsdag zijn we voor controle geweest in het ziekenhuis. Om te kijken of alles goed was. Daar hebben ze nog weer een röntgenfoto gemaakt. Nou, alles zat prima op de plek. Alles was goed. Ze mag in principe mag ze alles weer. Dat betekent dus ook dat ze weer mag autorijden. En dat ze zich in principe weer volledig alles mag doen. De thuiszorg die is afgezegd, die hoeft eigenlijk alleen maar te komen om de kousen aan te trekken. 'S Ochtends en 's avonds weer uit te trekken. Want voor de rest deed ze eigenlijk alles al. Maar die kousen, de steunkousen, die kon ze zelf niet aan- en uittrekken. Die hoeft ze ook niet meer. Dus inmiddels is de thuiszorg ook alweer weg. En mag ze gewoon weer zonder kousen alles doen. Dat geeft gewoon heel veel vrijheid. Niet alleen voor haar, maar ook voor mij. Ik hoef niet meer iedere keer op en neer om de katten te verzorgen. Vandaag is het dus donderdag. Ik heb een aantal dingen voor jullie verzameld die ik in de afgelopen weken gedaan, gekocht en verzameld heb. Ongeveer twee weken voor de beurs. Dat was op Goede Vrijdag. Toen zijn Natasja en ik zijn we naar Doetinchem geweest. Omdat daar een stoffencircus was. Dat is een hele grote stoffenmarkt. Normaal gesproken heb je op dinsdagochtend altijd de stoffenmarkt in Doetinchem. Maar dat zijn een aantal kramen maar. En nu was het dus op de vrijdag en waren het alleen maar stoffenkramen. Nou ja, wij zijn daar 's ochtends naartoe gegaan. En we hebben daar een paar uurtjes rondgelopen. En natuurlijk is er wat blijven hangen. Dat zal ik jullie eerst maar even laten zien. Ik heb het eigenlijk best wel rustig gehouden eigenlijk voor mijn doen. Ik heb 1, 2, 3, 4, 5 stofjes. Dus het valt gelukkig mee. Het zijn allemaal stofjes, ofwel zomerstofjes, ofwel stofjes waar ik sportkleding van ga maken. En om met de sportkleding te beginnen. Ik heb twee keer een travel stof gekocht voor shirtjes voor in de sportschool. En dat is deze. Is dat een van? Dit is de soft travel. Het is heel erg zacht. Het is niet zo. Het is ook heel rekbaar. Het is niet zo stevig als normale travel. Dit is echt bedoeld voor shirtjes. Ik heb een zachte lila gehaald. Om daar inderdaad een sportshirtje van te maken. Misschien zelfs kan ik er wel een shirtje en een hemdje uithalen. Dat zou helemaal mooi zijn. Want dan heb ik gewoon twee keer. Volgens mij heb ik 1,5 meter genomen. Toch wel? Of heb ik een. Ik heb een meter. Nee, ik heb een meter. In ieder geval een shirtje. En dan hopelijk blijft er nog wat over voor een. Een hemdje. Deze als eerste dus. De lila travel
Soft travel is dit. En de tweede die ik gekocht heb, dat is deze. En het is op beeld een beetje lastig te zien, maar het is een beetje een... ja, blauw, ijsblauw, groenig. Nou, ja, grijs, grijsblauw, ijsblauw is het eigenlijk. In dezelfde kwaliteit, dus ook een travel, soft travel. En dat wordt ook een shirtje. En als ik eventueel, als ik niet voldoende heb om daar een shirtje en een hemdje uit te halen, maar ik hou van beide over, dan zou het zelfs nog, zou ik dat kunnen combineren in een hemdje. Want de twee stoffen kunnen wel samen. Dus dat zijn twee stofjes die ik gekocht heb om sportshirtjes van te maken. Want ik heb nu twee broeken. Oh, die heb ik ook nog niet eens laten zien. Die ligt in de was. Dat laat ik dan zondag zien. Want ik heb nog een broek en ik heb nog een Harper cardigan gemaakt om in te sporten. Nou ja, dat laat ik de volgende keer wel zien. Maar shirtjes kom ik eigenlijk tekort. Want ik heb wel gewoon katoenen shirtjes aan. Maar ja, dat is toch niet zo lekker met zweten en zo als dit soort stofjes. We merken het op dit moment best wel dat het al behoorlijk warm begint te worden in de sporthal. En ook al staat dan de airco aan, je gaat toch zweten op een bepaald moment. En dat zal alleen maar erger worden, want het is gewoon een plat dak. En er staan natuurlijk heel veel mensen te sporten, dus die geven heel veel warmte af. En van de zomer, als het dan 25 graden buiten is, dan zetten ze die airco toch ook niet op standje hoog. Want dan loop je meteen een longontsteking op. Dus ik had zoiets van, nou, ik wil een paar shirtjes die je gewoon lekker kunt wassen. Even door een sopje heen slaan en dan weer ophangen. En dan zijn ze met een uurtje droog. Nou, dan deze stof is daar prima geschikt voor. Maar dat heb ik dus voor de shirtjes, sportshirtjes gehaald. Het derde stofje wat ik kocht, dat is een stof voor een blouseje. En ik werd eigenlijk meteen verliefd op het stofje toen ik hem zag. Het is deze. Het is een mooie rode stof met bloemetjes erop. En ja, dit zijn helemaal mijn kleuren. Dat helder rood. Met blauw erin, wit erin en een beetje roze erin en ook wat groen erin. Eigenlijk alle kleuren die in mijn palet zitten, die zitten in dit stofje. Het is best wel een dun stofje, dus het wordt een blouseje. Maar het is, je kunt er eigenlijk al zo doorheen kijken, want je ziet de, even kijken hoor. Je ziet zeg maar het apparaat, zie je er doorheen. Dus dat wordt een blouseje, maar ik ben nog even niet zeker van wat voor een blouseje. En ook nog niet wat ik precies ga doen voor de onder. Ik heb ooit een blouseje gekocht in deze stof eigenlijk. En dan hadden ze een, aan de binnenkant hadden ze een soort topje aan vastgemaakt. Zodat je wel gewoon alleen maar een BH eronder aan kon. Want anders zou ik continu of een los topje eronder moeten dragen of een t-shirtje. Nou, dat is veel te warm voor van de zomer. Dus ik ga even kijken of ik er misschien een topje bij kan maken. In een, niet in wit, want dat schijnt door. Ik denk een beetje in deze kleur, als ik dat zou kunnen vinden. Misschien heb ik dat ook nog wel, een rode. En dan maak ik er een topje onder. Welk blouseje het gaat worden, dat weet ik eigenlijk nog niet. Want ik heb daar eigenlijk nog geen... Ja, ik zag het stofje en ik werd verliefd. En ik had zoiets van, dat wordt gewoon een blouseje. Maar wat voor blouseje? Ik weet het niet. Dus erg leuk. Ik heb hier wel... Even kijken. Volgens mij heb ik hier ook weer 1,5 meter van genomen. Dus het zou ook nog wel een langer blouseje kunnen worden. Het is zelfs wel wat meer, heb ik het idee. 1. Nou, iets meer dan 1,5 meter is het. Dus ik zou er ook nog wel een jurkje van kunnen maken, maar dan moet ik het helemaal voeren.
En dat, nee, dat wordt, het wordt een blouseje dus. Maar wat voor blouseje? Geen idee nog. Erg mooi stofje. Het is een, wat zal het zijn? Een voile, maar dan een krinkelvoile. Dus er zit wel een, ja, ik weet niet of je dat kunt zien eigenlijk. Maar er zit een rimpeltje in. Ja, hier kun je dat wel zien. Er zit een rimpeltje in. Mooi stofje. Dat wordt dus een blouseje. Dan kwam ik nog een stofje tegen. Ook weer in mijn kleuren. Ook weer voor een blouseje. Dit keer met een witte achtergrond. Of een lichte achtergrond. En dat is deze. Ook weer met bloemen. Hele grote bloemen. Maar er zitten dus ook weer al mijn kleuren in. Dat blauw, dat koningsblauw, een beetje geel, dat wit en nou ja, roze en rood. Dit zijn ook weer helemaal mijn kleuren. En ik had wel zin in wat andere kleuren dan alleen maar groen en blauw wat ik op dit moment in de kast heb liggen. Dus die rooien, ja, daar werd ik heel erg door aangetrokken iedere keer. En dan als laatste, het laatste stofje wat ik kocht, dat was een tricot. En dat is deze. En daar zit een dingetje in, een werpje. En ook weer, nou ja, hij past bij deze. En hij past bij deze. Dat zal of een rok of een broek worden. Ik heb hier, heb ik, ik denk 2 meter van. Kijk hoor. 1. Ja, hier heb ik wel 2 meter van volgens mij. 2 meter, een krappe 2 meter heb ik hiervan. En wat ik zeg, ik kan daar een broek van maken, maar ik kan daar ook een rok van maken. Ik ben niet zo'n rokkenpersoon, maar in combinatie met dit stofje, dit staat heel leuk, of met dit stofje, die staat eigenlijk nog leuker vind ik, kan dat wel eens heel mooi uitvallen. Dus ja, dan zal ik toch even op zoek moeten gaan naar een beetje een leuk rokpatroon, net op of onder de knie. Voor mij is dat de beste lengte. En ik heb wel een aantal rokken hoor. Zeker in de zomer draag ik dat wel. Dan zit het wel lekker. Meer aanlijnrokken. Maar daar is deze stof niet zo heel mooi geschikt voor. Dit, hoewel, nou ja goed, het valt wel mooi natuurlijk. Hij is behoorlijk stevig. Ik zou er zelfs een rok en een t-shirt van kunnen maken. Dat ik hem ook nog samen kan dragen. Maar dat het dan een jurk lijkt. Dus dat zou ik ook nog kunnen doen. Van deze. Maar dit is dus stofje nummer 5. En dat was dus, waren mijn aankopen bij de stoffenmarkt in Doetinchem. Als je kijkt op de site van Stoffencircus. Dan... Ik zal de link hieronder natuurlijk ook even plaatsen. Volgens mij heb ik dat de vorige keer ook wel gedaan. Maar dan kun je kijken waar ze nog meer zitten. Want de Stoffencircus zit door het hele land heen in principe. Iedere keer pakken ze dan weer een andere plaats waar al die stoffenkramen naartoe komen. En dat doen ze dus gedurende het hele jaar volgens mij. Want volgens mij heb je ook aan het eind van het jaar, in het najaar, heb je ook weer meerdere beurzen of markten eigenlijk. Waar al die, ja, die stoffenhandelaren bij elkaar komen. Het grappige was wel dat ik heb volgens mij deze stof en deze 2 stoffen. Die heb ik gekocht bij een winkel waar ik normaal gesproken online ook bestel. Dat is budgetstoffen.nl. We stonden daar eigenlijk aan de kraam en ik had de stoffen al gekocht. En toen kreeg ik een kaartje. Toen zat ik ernaar te kijken. Ik denk, hé, die ken ik ergens van. Nou, dat bleek dus budgetstoffen.nl te zijn. En dat was wel grappig, want ja, dat blijkt maar dat ik toch de juiste winkels ook online wel zoek. En het is ook wel fijn om te weten dat... deze, de soft travel,
Nou weet ik wat voor soort kwaliteit het is. Dus als ik daar nog eens een keertje een paar... Want ze hebben nog veel meer kleurtjes. Als ik daar andere kleurtjes van zou willen hebben... dan weet ik in ieder geval wat voor materiaal het is. En dat het gewoon super zacht is. In plaats van dat je dan een beetje op goed geluk maar koopt... en dan maar hoopt dat het goed uitpakt. Dus dat waren mijn aankopen op de markt. Dan, vorige week stond ik op de Net & Not beurs. Woensdag ben ik gaan opbouwen. En de beurs was donderdag, vrijdag en zaterdag. De donderdag was, het was niet heel erg druk, maar het liep wel gezellig door. En er waren heel veel mensen die daar toch naartoe zijn gekomen op donderdag. Die ik nog wel van voorgaande jaren kende. Mensen die niet naar de handwerkbeurs komen of naar de Brij en Haakdagen, maar wel naar de Knit & Not. Ik heb daar in het verleden ook wel gestaan. Want ik heb er, denk ik, toen ik begon met de wolwinkel, was dat een van de eerste beurzen waar ik naartoe ging. Tot een jaar of 6 geleden. En toen, door allerlei omstandigheden niet meer naartoe gegaan. En er zit nu een andere organisatie in. En die waren in principe... waren heel erg snel met reageren toen ik te horen kreeg dat de beurzen in Mechelen niet doorging. Had ik meteen een mailtje gestuurd van, goh, hebben jullie plek? En die hadden gelukkig een plekje voor me. Dus het was heel gezellig. De donderdag, wat ik zei, was het niet heel druk, maar het liep wel door. Vrijdag was het echt ontzettend druk. Ook heel veel Belgen. Waarschijnlijk toch ook omdat Mechelen niet doorgaat. En er eigenlijk in België helemaal geen handwerkbeurzen meer zijn. En Tilburg is dan voor heel veel Belgen nog net wel te doen. Qua afstand om te rijden. Ik heb de vrijdag was echt heel erg druk. En de zaterdag was een beetje hetzelfde als de donderdag. Hoewel het een bepaald moment, het was natuurlijk buiten 25 graden of zo. Dus een bepaald moment om 1 uur of 3 was het gedaan qua mensen. Het was gewoon heel rustig de laatste 2 uur. En ik denk toch dat het te maken had ook met het weer. Dat het gewoon erg lekker weer was buiten. En als je dan 1-2 rondjes over de beurs bent gelopen. Dan zou ik ook daarna een terrasje gaan pakken in Tilburg. Want Tilburg is een hele leuke stad om uit te gaan. Dus ik denk dat heel veel mensen toch wel zoiets hadden van op zaterdag. Van lekker barbecuen of lekker een terrasje pakken. En het was dus tegen 1 uur of 3 was het eigenlijk wel afgelopen. En de laatste 2 uurtjes, dan valt het toch wel zwaar om te wachten met opruimen. Want eigenlijk sta je alleen nog maar met standhouders. En dat was wel een beetje gek. De laatste dag van de handwerkbeurs is het altijd tot 4 uur. Dus dan sta je maar 1 uurtje te hannesen. En dat is misschien iets wat ze bij de Knit & Not nog een beetje moeten aanvoelen. Want ik heb zoiets, zeker het laatste 2 uur was er echt eigenlijk niks meer te doen. Maar alles bij elkaar heb ik een ontzettend leuke beurs gehad. We hebben weer heel veel ideeën opgedaan. Ontzettend gelachen ook met onze overbuurvrouw Françoise van Bad Couture Yarn. En het was gewoon heel erg gezellig. Als jij ook bent geweest, ik vond het hartstikke leuk dat je er was. Wij hebben er ontzettend van genoten weer. En ik denk dat ik volgend jaar zeker weer kom. Aan het eind van het jaar is er ook nog weer een Knit & Not. Dat is op 3, 4 en 5 oktober. Ga ik natuurlijk 27 en 28 september is de Breidagen in Nijkerk. Dat betekent dat er tussen Nijkerk en de Knit & Not 4 dagen zit. Want in de Knit & Not die is in oktober. 3, 4 en 5 oktober. Ik weet het nog niet. Aan het eind van zo'n beurs dan ben je een beetje gehyped natuurlijk. En dan denk je, kan alles aan. Maar ik moet zeggen dat ik deze week toch best wel verkeken heb van hoe moe ik eigenlijk ben na 3 dagen beurs. En eigenlijk is het 4 dagen, want ik moet natuurlijk de woensdag ook nog opbouwen. Dus dat betekent dat ik inderdaad maar 3 dagen heb. Ik kom zaterdag dan terug van de beurs in Nijkerk. Dan heb ik zondag, maandag en dinsdag om een beetje bij te komen. En dan zou ik die woensdag alweer moeten gaan opbouwen.
Ik denk niet dat ik het doe. Ik denk dat dat gewoon veel te veel is. Niet alleen voor mij, maar ook voor Natasja. Ik bedoel, we gaan toch altijd met z'n tweeën. En ik weet dat Natas altijd zegt van, joh, ik ga wel mee. Maar het is gewoon te kort dag met 3 dagen ertussen. Dat gaat hem gewoon niet worden. Dus bij deze heb ik wel besloten om niet te gaan naar de beurs, de Knit & Not beurs in oktober. Maar in het voorjaar ga ik dan wel weer. Als het rond dezelfde tijd is, april, dan is dat prima te doen. Dan in februari, nee, januari is het dan de handwerkbeurs. En dan heb ik in april, dan zal in april waarschijnlijk de Knit & Not weer zijn volgend jaar. Dus dan komt die er in ieder geval bij. Maar eerst dus maar 27 en 28 september in Nijkerk. En moeten we ook nog maar weer uitvogelen hoe die locatie is. Want dat is ook een nieuwe locatie. Voorheen zaten we natuurlijk altijd in Zwolle, in de IJsselhallen. En Nijkerk, dat ligt dan schuin boven Utrecht. En qua afstand moet het op zich te doen zijn. Tilburg, Utrecht, Nijkerk, Houten. Het ligt allemaal ongeveer op 1 uur en 1 kwartier, 1,5 uur. Dus het is allemaal vanuit Zevenaar goed te doen. We merkten wel trouwens op de donderdag, toen we de eerste dag gingen, dat het heel druk was op de weg. Naar het zuiden toe. En dat we er heel lang over deden. We kwamen echt 10 voor 10 reden wij voor de deur. En Natasja die is naar buiten gesprongen. En ik heb de auto geparkeerd. Het was alleen op de donderdag hoor. Want de vrijdag en de zaterdag konden we eigenlijk prima doorrijden. Maar op de donderdag was het heel erg druk in Tilburg en omstreken. Dus, en zeker ook omdat er toch best wel heel veel verkeersaders bij elkaar komen. Dus dat was wel even stressen. Maar we hebben het gelukkig gered. We waren op tijd binnen voordat de beurs open ging. Maar goed, dat was... kunnen we incalculeren voor de volgende keer. Gaan we gewoon een kwartier eerder weg. Op de Knit & Not beurs heb ik ook nog wat gekocht. Want ik liep een bepaald moment... Niet dat ik wat nodig had hoor. Maar goed, ik liep een bepaald moment even een rondje over de beurs. Je kent dat wel, je bent zelf ook aan het snuffelen. En toen kwam ik bij de boekenmanier terecht. En die had een heel erg mooi boek. Creative Embroidery. En omdat Natas en ik natuurlijk dat crazy quilten gaan doen, was dat eigenlijk het perfecte boek om te kopen. Want aan de achterkant zie je dat ook wel. Al die steekjes. Want crazy crazy quilting is natuurlijk dat je lapjes aan elkaar maakt en het daarna helemaal gaat versieren. En in dit boek worden alle technieken en alle steekjes worden allemaal behandeld. Er is een soort leidraad ook van welke materialen je allemaal kunt gebruiken. Die je misschien nog hebt liggen. Van knopen tot lintjes en bandjes en kantjes. En er staan ook allemaal steekjes in. Borduursteekjes in die je dan kunt gebruiken om de lapjes mee te versieren. En die worden dan natuurlijk hier allemaal heel uitgebreid uiteengezet. En achterin vind je dan ook nog een paar projecten die je zou kunnen doen. Er staan geloof ik 4 projecten in. En er wordt helemaal uitgelegd met welke materialen bijvoorbeeld je kunt verzamelen en wat je daar dan van kunt maken. Dit is er eentje. Dat is nog een blok. Hier is er eentje. Ook weer alles wat je dan moet verzamelen om zo'n blok te maken. Of een hele table runner. Nou zijn we niet zo van de tafellopers, maar goed. Wat wel ook heel leuk is, is dit bijvoorbeeld. Het inlijsten, min of meer inlijsten van je blok door middel van een borduurring. Er staat van alles in. Het is in ieder geval een boek vol met inspiratie. Wat je kunt doen met knopen. Wat je kunt doen met bandjes, kantjes en zo. En ik denk dat dit wel een boek is
ik liet hem aan haar tas zien en die had meteen zoiets van, oh, daar staan echt wel dingen in die we kunnen gebruiken. Met name dit soort stekenpagina's. Dit zijn echt steken die gebruikt worden in de crazy quilting. En hier wordt het gewoon netjes uitgelegd hoe en wat. En dat is wel fijn om als naslagwerk erbij te hebben. Ook gewoon een erg mooi boek om te hebben. Dat is een aankoop die ik gedaan heb op de Knit & Knot beurs. Ik heb er maar eentje gedaan. Natasja die had geloof ik ergens een wolletje nog gehaald. Ik dacht bij Wolbeest. Voor de rest, we hebben weer heel veel ideeën opgedaan. Want we hebben altijd een boekje. En daar schrijven we altijd van alles in. Wat we tegenkomen, wat inspiratie die we krijgen. Of ik alles uit kan voeren in dat jaar, dat weet ik niet. Maar ik ga altijd wel mijn best doen. Want er zijn gewoon een aantal dingen die we dan voor een volgende beurs gewoon willen meenemen. Dus ja, in dat opzicht was het wel weer fijn dat we weer even naar een beurs gingen. Voorlopig is het even klaar met de beurzen. We hebben straks in juli hebben we natuurlijk de Tour de Vlies tijdens de Tour de France. De voorbereidingen daarvoor, daar ben ik nu al mee bezig. Want ik ben natuurlijk bezig met het samenstellen van spinboxen weer. Je kunt de spinboxen ook bestellen via de website. Je kunt je inschrijven voor een spinbox tot met 31 mei. En daarna heb ik natuurlijk tijd nodig om die boxen samen te stellen. Dus heb je nog geen box besteld, bestel dan op tijd je spinbox, want na 31 mei gaat de inschrijving dicht. En dan heb ik eigenlijk alleen nog maar de Feature Friday van Love Notions voor jullie. De Feature Friday is dit keer de Forte Top & Dress en dat is deze. En de Forte die kan eigenlijk op vier verschillende manieren gemaakt worden. Of eigenlijk zes, als je de twee jurken ook meerekent. View A, dat is deze. Dat is eigenlijk een t-shirt met driekwart mouw en daaraan een ruffel. En dan een soort schootje, dus een peplum noemen ze dat ook wel. Dus een wat verhoogde schoot. Met een ronde hals, een scoopneck. View B, die heeft een V-hals. En die wordt hier in het midden zit er een naad. En daar zit dan onder zit daar een, hoe noem je dat? Een waterval effect komt daar dan onder. Dat is deze. En daar ook met wijd uitlopende mouwen. Je zou die mouwen ook gewoon weg kunnen laten dat het gewoon een t-shirt is. View C, dat is zeg maar ook een klassiek t-shirt met ook weer een scoopneck. Maar met een flounce langs de korte mouw, dus dat het een beetje uitwaaiert. En view D, dat is, die lijkt op view B. Het bovengedeelte is bijna hetzelfde, maar het ondergedeelte wordt er dan aan gerimpeld. En dan krijg je niet die twee punten aan de onderkant. En zowel view B als D kunnen ook in een jurkvorm gemaakt worden. En natuurlijk zou je A en C ook in een jurkvorm kunnen maken. En dat is ook wat ik ga doen, want ik wil eigenlijk view A, dat is dan met dat aangerimpelde schootje. Als ik daar nog twee aangerimpelde stroken aan maak, is het gewoon een jurk. Ik zit er zelfs aan te denken om het bovengedeelte in tricot te maken en dan het ondergedeelte in een geweven stof. Want dat zou in principe ook kunnen, want alleen het bovengedeelte hoeft eigenlijk passend te zijn en de rest wordt aangerimpeld. Dus dat is iets waar ik, waar ik een beetje mee zit te spelen om view A te maken met aan de onderkant een geweven stof. Het bovengedeelte is dan in tricot en het ondergedeelte is dan in geweven stof. Dus, maar dat is de Feature Friday van deze week. Dus de Forte Top & Dress. Dan kost die dus gedurende de hele vrijdag maar $5. Ik zal heel even kijken wat de dollar op dit moment doet. Wat de omrekening is. Dan zit je op €4,69. En dan krijg je in principe dus 6 patronen voor die $5 of die €4,70. En eigenlijk, je kunt er zoveel mee variëren. Want je kunt ook dat die flounce van de ene mouw zou je op het voorbeeld van de andere kunnen zetten. Van op B of D. Dat kun je onderling natuurlijk allemaal wisselen. Natuurlijk heb ik dan ook nog een extra korting voor jullie.
jullie. Dat is 10% extra korting op de saleprijs. Dus dan wordt het geen 4,70 euro, maar dan wordt het 4,22 euro of 23. En dat is als je de code SODUTCHDIVA10 invult tijdens het bestellen. Dan krijg je nog eens 10% extra korting bovenop die saleprijs van $5. Dus dan betaal je $4,50 en dat komt dan neer op €4,22. Die $5 is alleen op vrijdag de hele dag. Daarna wordt hij weer de gewone prijs, dan is hij €12,50. Ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Want het is echt, ik heb hem zelf nog niet gemaakt, maar ik ga hem dus wel maken in View A, denk ik, met korte mouw en een flounce. En ik denk dat ik er dan een strookrok onder maak voor een leuke zomerjurk. Maar dat was dus de Feature Friday. Ik zal onder in de beschrijving natuurlijk de linkjes zetten. En ook nog even de kortingscode herhalen. En dan ben ik alweer aan het eind gekomen van deze weekvlog. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te kijken. Geef even een duimpje omhoog als dat zo is. En dan wens ik je alvast een heel fijn weekend. En tot de volgende maar weer. Doei!